Tom en Cato, in oktober raakte bekend dat jullie in het geheim gehuwd waren. Ja, waarom hebben jullie dan beslist om het in intieme kring of om het niet naar buiten te brengen? Ik denk dat dat fijnst was voor ons om te Ja. doen, gewoon met de mensen die we kenden en zo. En we wisten wel, als we dat voorhand hadden gezegd, dat er misschien toch een fotograaf ging komen. En ik denk de enige, iemand zei dat mooi, de vriend, de enige handtekening die we toen wilden zetten was in het register om te trouwen. En dat was de voornaamste reden. Ja, het is ook niet dat we dat geheim per se geheim wilden houden, want we hebben het ook zelf gedeeld eens dat we terug waren van reis. En dus dat is zeker niet, maar die dag is wel echt voor ons en voor de mensen die heel dicht bij ons staan. Dus ik denk dat dat een logische keuze is. Ja, want het was ook fijn dat jullie inderdaad nadien iedereen lieten meegenieten van jullie huwelijk en een aantal foto's deelden. Onlangs was er ook Maarten van K3, die trouwde ook in het geheim. En daarbij is het wel vooraf uitgelekt wat ze spijtig vond dat ze het zelf niet kon aankondigen. Ja, is dat iets wat jullie wel kunnen begrijpen of begrip voor opbrengen? Ja, zeker. Natuurlijk. Ik denk dat als je trouwt, dat je dat jezelf communiceert. Hè. Maar ja, we hebben aan onze gasten heel duidelijk gemaakt dat ze niks mochten posten. En die hebben allemaal heel braaf geluisterd. Dus we zijn blij. Maar ja, dat is ook. Mensen doen dat vaak ook uit enthousiasme, omdat ze heel blij zijn dat dat gebeurd is. Dus dat is waarschijnlijk niet met slechte bedoelingen gedaan. Maar ja, we begrijpen natuurlijk. Ja, tuurlijk. En ja, jullie zijn al echt meer dan, ja, jullie kennen elkaar meer dan 10 jaar al. En toch zijn jullie nog maar 4 jaar eigenlijk een officieel koppel. En onlangs las ik in Nina, Cato, dat jij nadat Tom zijn breuk had, dat je hem eigenlijk nog wilde koppelen aan een vriendin van jou. Had je op dat moment echt zo niks van, oh, maar wij zouden wel eens goed samen kunnen passen? Wij kwamen sowieso supergoed overeen, dus daar lag het niet aan. Ik denk, die avond is het heel duidelijk geworden dat we gewoon op dat vlak ook heel goed met elkaar matchten. Maar ja, we kwamen al supergoed overeen. We babbelden ook al heel veel toen, dus ja, ik denk dat ik het niet erg vond dat ze had afgezegd.